loopt nu op Sint Maarten. Het regent stukken harder inmiddels. Alles is ook grijs geworden nu. Bij de checkpoint staan Nederlandse militairen. En dat is Hans van der Klauw, de cameraman, die al een paar weken bij me is. Alles in beeld te brengen voor de televisieuitzendingen. Daar is een grote supermarkt. En je ziet dat de curfew, het uitgangsverbod, wordt goed nageleefd. Bijna niemand is op straat. En iedereen wacht af hoe sterk orkaan Maria gaat worden.